Het Sinterklaasjournaal met Duwetje Mok. Hallo allemaal. Vandaag zijn we op de basisschool Het Palet in Hattem. We gaan even een kijkje binnen nemen, want ik heb gehoord dat het een hele gezellige school is. Kom je even mee? We gaan bekijken. Het is een hele oude school. Het oudste deel is meer dan 100 jaar oud. Kijk of het er binnen ook zo oud uitziet. Hier gaan we naar binnen. Oh, wat? Oh, wat gooi ik nu? Oh, meester Arno, wat ben je hier aan het doen? Pas erop, hoor, pas erop! Oh, oh. Wat is er aan de hand? Mijn emmer, ik bedoel mijn emmers, zitten helemaal vol. Vol? Waarmee dan? Met water, heb je dat niet gehoord? Nee, wat is er aan de hand? Nou, de IJssel, er is een probleem met de IJssel. Ik heb hier water voor de IJssel, want de IJssel is hartstikke droog gaat vallen. Oh, maar dat is niet best. Wat? Nee, dat kun je wel zeggen. Ik moet water naar de zee, ik bedoel naar de rivier dragen. En dat heb ik hier allemaal bij me, maar ik ga even verder, want zometeen kan die stoomboot hier niet aankomen. Oh, nou, ga maar gauw. Ja, pas op. Succes. Ja, pas op. Jongens, fijn dat ik jullie hier zie. Het gaat helemaal fout hier. Het waterpeil is veel en veel te laag. De stoomboot kan hij zo nooit aanleggen. We gaan van... Wat is dit? Hé? Wat? Maar is dat die meester Arno van het palet? Ik ga kijken of ik hem kan helpen. Gelukkig zijn ze in ieder geval nu met z'n tweeën. En vele handen maken lichtwerk, zoals jullie wel weten. In de tussentijd gaan wij even door naar het korte nieuws. Het korte nieuws. Dag lieve kinderen van het palet, Sinterklaas hier. Ik heb eens even een vraagje. Hè? Jullie hebben mij vorig jaar zo ontzettend goed geholpen, weet je dat nog? Toen stond de school te koop en toen dacht Sinterklaas, misschien kan ik de school wel kopen. En dan kunnen jullie als kinderen gewoon les blijven krijgen bij het palet. En daar hebben jullie me aan meegeholpen en het is allemaal gelukt. Maar nou heb ik eigenlijk jullie hulp weer even nodig. En dat is zo... Er is in de wereld altijd nu heel veel aandacht voor het klimaat. En toen dacht Sinterklaas, nou, daar wil ik mijn bijdrage dan ook wel aan leveren. En toen dacht ik van, kan ik misschien een beetje klimaatneutraal in Hattem de cadeautjes komen brengen bij jullie. Maar ik weet eigenlijk toch niet zo goed hoe. Als jullie nou een leuk idee hebben, of jullie hebben met een groepje een leuk idee, dan kun je dat idee inleveren bij de juf of meester. En dan kunnen zij dat idee weer naar mij toe sturen. En nou, dan kan ik daar maar misschien wel wat mee gaan doen. Dat moeten we even kijken. Nou, doe je best met bedenken. En ik zou zeggen, dag hoor. Die Sinterklaas toch. Wat goed, hè. Hij gaat echt met zijn tijd mee. Misschien kunnen jullie wel een handje helpen. Heb je nou een goed idee? Laat het je juf of je meester weten. Dan komen zij het bij mij vertellen. En dan kunnen we samen Sinterklaas helpen. Ik ben zo benieuwd waar jullie mee komen. Zet hem op, hè, allemaal. Succes! Hij is gevuld! Ja, oké. Okay. Ja! En nu? Wacht! Ja? Oh, ja, kom! Ja! Ah!
heb hem! Yes! Ja. Komt-ie! Doe het! Komt-ie! Doe het! Komt-ie! Komt-ie! 1, 2, 3! Zo! Zo! Dit is daar een druppel! Die IJssel hopelijk doet overlopen! Nou, dat is duidelijk. Terug naar de studio. Nou, nog maar een paar emmers te gaan. Dat komt vast wel goed. En anders hebben ze vast een plan B. Leuk dat jullie gekeken hebben naar het Sinterklaasjournaal van het ballet. Kijken jullie de volgende keer weer mee? Tot dan! Dag!